Wij gaan nu knoop aanzetten. Hier gebruik je draad dubbel, dan wordt knoop stevig. Dan maken we ongeveer 50 centimeter draad dubbel. Dan maken we knoopje onder. En dan draad is klaar. Dan pakken we de knoop. Zetten we precies op de plek waar dat knoop komt. Eerst beginnen we dat waar de knoop uit was, precies hetzelfde gaatje naald in doen. Trekken we naar boven. Nu pakken we de knoop. Dan halen we naald door de knoop. Doen we precies boven de oude plek. En dan op de oude gaatje trekken we naald naar binnen. Houden we dat stukje een beetje soepel, niet helemaal strak op de stof. En dan gaan we nog een keer achterkant oude gaatje weer. Door de gat van de knop trekken we naar boven. Gaan we weer naar beneden. Eerste stukje is klaar. En nu gaan we nog een paar keer herhalen. Precies dezelfde plekken. Laatste stukje is belangrijk. Wij doen de naald tussen de stof en de knoop. Trekken we naar boven. Draaien we een paar keer omheen. En dan trekken we naar beneden weer. Bovenkant is goed vast en ruimte genoeg. En maken we onderkant vast. Een paar keer doornaaien. En dan knopje maken. Twee keer knop is stevig genoeg. En knop is klaar. En knop aanzetten kunt u nu ook.